Welkom bij de podcast Zo maak je een cabaretprogramma, gebaseerd op het boek Zo maak je een cabaretprogramma. Toen ik het boek had geschreven, merkte ik dat ik steeds over de inhoud zei. Ja, zo is hoe ik het zie, zo is hoe ik het doe. Er zijn natuurlijk vele werkwijzes. He, iedereen doet het op zijn eigen manier. En toen dacht ik, nou laat ik dat nou eens aan mijn collega's vragen. Hoe doen jullie het? Een cabaretprogramma maken. Mijn naam is Sylvester Zwaneveld en in deze aflevering praat ik met Niels van der Laan. Een eer dat ik jou aan tafel heb. Nou, insgelijks. Leuk om er te zijn. Ja, ja. Tof. We gaan het hebben over hoe maak je een cabaretprogramma. Ja. En dan in dit geval hoe jullie dat doen. Mm-hmm. Als er nou helemaal niks is. Er is nog helemaal niks. En er moet een cabaretprogramma komen. Waar start dat dan? Je bedoelt in het algemeen of bij ons? Specifiek? Nee, specifiek bij jullie. Specifiek bij ons, omdat ik er natuurlijk nu ben. Ja, dat lijkt me handig. Want, wij werken altijd op twee sporen, Jeroen en ik, met Van der Laan en Woe. We hebben eigenlijk altijd één tafel, letterlijk, met de grote lijn en wat we willen vertellen. Dus wat houdt ons bezig? Waar maken we ons druk om? Bredere dingen die niet per se grappig zijn, maar die politieke dingen die ons dwars zitten of grotere maatschappelijke dingen. Dat zijn vaak een beetje pompeuze gesprekken die uiteindelijk waar maar 10% van in het programma komt. Maar en als je zegt op tafel liggen, bedoel je gewoon daar heb ik het over met die ook letterlijk op een tafel liggen, opgeschreven als ideeën, vaak halve ideeën. Dus eigenlijk begint het nog daarvoor met het opschrijven van waar ben ik mee bezig? Het begint eerst met praten, wandelen, een weekendje weg, kijken waar staan we, waar willen we het over hebben. En daar een paar van die ideeën belanden op een tafel. Inmiddels hebben we de stap naar het digitale tijdperk ook gemaakt. En is die tafel een Google Doc document, ja. Het ene document. En vaak is de andere tafel, het andere document zijn losse, leuke ideeën die ontstaan zijn in auto's, op vakanties, die we gewoon te leuk vinden om niet te doen. En die we ook gaan uitwerken. Dus we wedden altijd op twee paarden. En we hopen altijd op een gegeven moment een paar echt leuke dingen te hebben die misschien wel in het programma gaan passen. Die van tafel 2 dus in het programma komen. Ja, precies. Het is een soort verzameldocument waarbij alles wat leuk is, staat daarin. Precies. En een document wat eigenlijk wat de ruggengraat van de voorstelling zou moeten zijn. Waar het over moet gaan, waar we iets over willen maken, wat ons dwars zit. En is de tweede, is dat dan al heel eenduidig? Of zijn dat ook allemaal losse verzameldingen? Het eerste tafel 1, zeg maar de ruggengraattafel, zeg maar. Om het even duidelijker te maken. Dat zijn soms ook los ideeën, maar zitten wel altijd in een soort thema. Bijvoorbeeld onze laatste voorstelling heette Peseta's. En dat ging over, we wilden heel graag iets maken over de hang naar vroeger, die elke generatie weer heeft. Dat je altijd weer denkt, ja, maar vroeger was het wel eigenlijk wel beter. En dat iedereen dat maar blijft hebben. Dus dat was een soort thema waar we dingen over gingen uitzoeken. Is dat nou echt zo? Wilden de mensen, die willen nu terug naar de gulden, wilden ze destijds ook naar de Florijn. En, en dan ga je er dingetjes over lezen, dan blijkt dat ook zo te zijn. En blijken de mensen heel erg tegen de pesetas te zijn geweest, met felle protesten en moordpartijen in Spanje. En uiteindelijk willen ze nu weer terug naar de peseta. Dus dat was een soort lijn die we aan het onderzoeken waren. En op een andere tafel lag dan ook het idee voor iemand die een heel afschuwelijk melodramatisch lied zingt over de Tweede Wereldoorlog en uiteindelijk door zijn pianist wordt doodgeschoten. Nou, niet een heel nostalgisch idee, maar we werden wel steeds zo gelukkig van dat we dachten, nou, als we een plek vinden, dan. Maar die ligt dan op een briefje, mijn opa heet het, die ligt gewoon op tafel 2 te wachten tot er een plek voor is. En uiteindelijk als we die voorstelling gaan maken, dan gaan we heel veel van de ruggengraat uitwerken. En daar zitten dan ook weer scènes bij, want er komt dan een idee over pesetas en over in ons geval een Spaanse gitarist. Nou, een heel verhaal, dat gaan we helemaal uitzoeken. Daar horen ook allemaal scènes bij. En ondertussen ontstaan er tijdens het maken, zoals al onze collega's wel zullen hebben, ontstaan er altijd losse, leuke ideeën die dan op die andere tafel komen. En misschien wel erin komen, maar misschien ook niet. En met die, wat wij tot nu toe altijd hebben gedaan, is dat we heel veel van die kleine huiskamerfestivalletjes, try-out plekken doen. Ja. Waar je een half uur speelt en vaak 3 keer op een avond. Je hebt op Texel heb je Broadway waar je het heel goed kan doen. Maar je hebt in Haarlem, Amsterdam, Utrecht, allemaal van die huiskamerfestivals. En dat zijn eigenlijk bijna altijd onze
ik hoop dat het nog een beetje duidelijk is, onze tafel 2 avondjes. Dus daar noemen we al die losse leuke losse dingen ideetjes, ja. Die we leuk vinden en die spelen we daar een beetje in. En dan kijken of er inderdaad waarde in zit of dat wij het vooral echt super leuk vonden in de auto. Ja, ja, ja. Wat natuurlijk gewoon ook wel zo is. Hey, want jullie werken dan met z'n tweeën. Ja. Dus dat betekent dat je samen ideeën in dat document gooit. Hou je ook wel eens dingen achter? Dat je zegt, nou, dat, Nee, wij zijn van het model dat we elke komma wel met z'n tweetjes bedenken en uitwerken ook. Dus het is nou bijna nooit gebeurd dat een van de twee weggaat met een idee en met een uitwerking terugkomt. Of zegt, kunnen we niet dit doen? Dat gebeurt wel, maar dan zijn we ook met z'n tweeën vaak. Dus we proberen ook alles helemaal samen uit te werken. En de liedjes helemaal, dat doen we op tv ook allemaal samen. Tot een uiteindelijk versie te komen. Ja, ja, ja. Dus maar even heel praktisch. Hè? Dus je zit thuis en je zit in je Google Docs. Je hebt een ideetje, je schrijft dat op. En dan komt Jeroen er meteen bij en die schrijft er wat bij of zo. Liever zijn we samen. Dus we houden echt gewoon, we zien het op een leuke manier wel als werk. Dus we proberen altijd niet bij iemand thuis te zijn, maar ergens naartoe te gaan. Dat is natuurlijk het grote voordeel van een duo. Dat je, als je samenwerkt, ook naar je werk kan. Als je in je eentje een programma maakt, dan gaat het altijd door. Ja. En wij proberen het ook wel zo te doen. En toen denk ik, nou, dan spreken we om 9:30 af in onze repetitieruimte. En dan gaan we beginnen en we stoppen om 5:00. En de ene dag hebben we 2 erg leuke ideeën en nog een 9:30 ding. En de dag daarna hebben we helemaal niks en gaan we chagrijnig naar huis. Oh ja. Maar dan is het wel de werkdag in principe klaar. Dus je maakt er echt een werkdag van. Ja. Ja. En we duwen ook alles erdoor. Als we ergens het idee hadden, een paar dagen geleden, hier zit iets in en we moeten het gaan schrijven, dan zorgen we ook dat we in die dag dat afmaken. Al is het misschien niet zo goed, maar dat we, want vaak kom je er toch ook pas tijdens het uitwerken achter of iets deugd, maar het kan in ons geval ook best wel zo zijn dat je, als je ooit hebt gevoeld, hier zit iets in, dan is dat vaak wel waar in onze ervaring. Dus dan gaan we het ook doorschrijven totdat er iets is. En dan gaan we er dan maar dat 9:30 spelen daarmee om uiteindelijk weer te voelen waar het zat en dan herschrijven we het weer. Dus gooi je niet heel veel weg, om dat maar te zeggen. Je zoekt door in het idee dat je had. Ja, als het ooit ergens, we allebei hebben gevoeld, zijn toch 2 mensen die dachten, ja, hier zit iets in. Dan moet het wel ergens. Wat grappig, zitten. Want toen ik nog een duo was, gooiden wij ook heel weinig weg. En zochten we net zo lang door totdat dat wat we zo grappig vonden werkte. Terwijl ik als solist veel meer weggooi. Kan ik me voorstellen, want dan ben je natuurlijk ook maar in je eentje. Je hebt maar 1 toetsmoment gehad. Ja. Ik voel altijd zo, dat heb ik ook wel eens, als ik in mijn eentje dingen doe, dan gaat het wat trager. Maar met z'n tweeën, als je het alle twee echt hebt gevoeld, dan moet er iets in zitten. Ja, dan is het alleen maar zoeken naar hoe breng ik het over, dat gevoel. Ja, dan kan je natuurlijk inderdaad uiteindelijk wel besluiten, het was toch niet zo. Het was erg intern dit jaar. Dat is erg leuk voor onszelf. Ja. Maar ja, we blijven wel door. Het is veel duwen en uitwerken. En wat heb je daar dan aan het duwen? Dat je, dus dan heb je iets gemaakt wat misschien niet zo goed is. Mm-hmm. En dan maar helpt het je dan toch verder dan dat je even wacht totdat de inspiratie daar is? Of? Ja, we hebben in het begin best wel tijden gewacht op inspiratie de eerste jaren. En uiteindelijk zijn we steeds minder daarop gaan wachten. Natuurlijk, die inspiratie blijft het allerbelangrijkste. Maar als die er eenmaal geweest is bij het idee en het vonkje is er, dan is het daarna gewoon arbeid. Ja, ambacht. Dan is het gewoon ambacht. Ja. En dan gaan we gewoon net zo lang door totdat we echt al spelend voor die 30 mensen op Texel hebben gevoeld dat het faalt. En eieren voor ons geld kiezen. Ja. Maar dat duwen heeft denk ik voor ons in die zin. Omdat je, als je bij het verzinnen van het idee heb je wel inspiratie nodig, maar daarna moet je ook gewoon hard werken en leer je steeds beter om te voelen waar de grap of waar de ontroering zit. Yeah. Maar wordt het ook gewoon werk. Ja, het is ook niet zo'n heilig, ik vind het ook niet zo'n heilig vak. In die zin. Heilig vak? Oh ja, dat het om inspiratie draait. Ja, ja, dat bedoel je met heilig. Ja, tenminste, het is heel mooi. En je kan ook ik heb wel het gevoel dat wachten op inspiratie een beetje voor amateurs is. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is wel zo dat je weet, als je eenmaal die inspiratie hebt en een goed idee hebt en op een flow zit, er is natuurlijk niks mooier dan dat. Nee, heerlijk. Maar om erop te gaan zitten wachten met een kopje koffie of wandelen door de duinen. Nee. Ja, dat
Ik geloof daar niet zo heel erg in. Oké, dat begrijp ik heel goed. En ik kan me ook goed voorstellen dat jullie af en toe een idee hebben. En dat schrijft zichzelf. Of dat, ja, dat staat ervoor dat je... Maar mijn interesse gaat nu uit naar dat duwen. Want dan ga je gereedschapskistje erbij pakken met... Laten we het linksom of rechtsom proberen? Of, ja, of dan hoe werkt dat? Dan wordt het inderdaad bijvoorbeeld... Dat is niet helemaal theater, maar dat is ook cabaret wat we doen voor bijvoorbeeld voor Even tot hier of voor de quiz deden. Dan schrijven we zo'n lied over iets actueels van die week. Nou, de eerste stap is natuurlijk voelen waar zit het lied, bij welk nieuws. Dat is niet eens zoveel inspiratie, maar gewoon voelen wat heeft het nodig. En dan komt het grote inspiratieblokje van de donderdag in ons geval, dat we gewoon een paar uur kunnen zitten met amper tekst en maar voelen, wat kunnen we dan doen? Wat is er? Wat? En dan weet je wel, we moeten wel hier de inspiratie even zijn werk laten doen, maar niet te lui, maar gewoon blijven ideetjes, blijven droppen naar elkaar toe. Ook en zijn dat ideetjes, zijn dat dan zinnetjes of zo? Of, ja, of, we kunnen niet iets of, met dit lied. Waar zit het gevoel eigenlijk van deze week? Wat zouden we kunnen... Wat moeten we in godsnaam met Thierry Baudet? Het is zo'n zootje. Wat moeten we ermee? Dit gaan we... Mensen over hem of hij zelf denken. En dan hebben we inmiddels geleerd om alle slechte ideeën ook te roepen. Wat in het begin natuurlijk super moeilijk is. Want je wilt toch eigenlijk gewoon ook voor de ander goed beslagen ten ijs komen. Ja, maar dan gewoon alleen maar slechte dingen. En dan uiteindelijk na 3, 4, 6, 8 uur is er dan het ideetje, dat gaan we doen. Dat was dan het inspiratieblok. En daarna wordt het werk. Dan moeten we het nog helemaal gaan schrijven. Maar dan... Ja. Dan gaan we, als dat er allemaal is, oh, dat dus, moment dus, dan... Dus het zijn niet zinnetjes voor een lied, of, maar het zijn echt... Het concept. Ja, ja, exact. En als dat er dan is, dan is het tijd voor koffie en een Ballisto. Ik word gesponsord. Maar dan is het, dat altijd, oh, hè, dan valt er zoiets van je af. Ook al hebben we dan nog een dag nodig om het uit te werken, maar dan is er die ontlading dat je denkt... Het ideetje is er, de inspiratie is er geweest, nu koffie. En waar bestaat dat ideetje uit dan? Als het ei gelegd is, dan is het, we gaan een lied doen over Thierry Baudet. Ja. Maar dat zal niet het enige zijn. Nee, bijvoorbeeld dan, dit specifieke geval hebben we het laatste seizoen van Even tot hier een lied gedaan over Thierry achter de piano, die zingt dat hij blijft op I Will Survive met Freek Jansen, zijn rechtse nazi-compaan op de schuiftrombone. Ja. Toen we eenmaal voelden, het klinkt dan heel simpel achteraf, maar hij moet gewoon eigenlijk al zingend vertellen hoe de week is gegaan, terwijl hij het ook op dat moment beleeft. Dus hij zegt, eerst gebeurde dit en dat, maar hij is zelf ook de hele tijd verbaasd over wat er gebeurt. Zingt het op de piano en gaat dan ook naar zijn kantoor in een setje, zingt hij een deel. En dan komt hij, wat moeten we met dat trombonestuk van I Will Survive? Oh, dat wordt dan natuurlijk die Freek Jansen in een nazi-uniform. Nou, halve ideeën. Nou, dit moet gaan lukken. Ja. Dan is het... En dan staat er nog geen tekst op papier. Nee, staat er nog geen zinnetje of iets. Of is er nog geen decor besteld. Terwijl er wel al wordt van achter het andere raam door de productie op horloges wordt gewezen. We moeten een decor maken. Maar goed, dat is met tv. Dat is bij theater natuurlijk niet zo. Nee, maar het is wel herkenbaar voor theater dat je denkt, als dit moment geweest is, dat je denkt, zo moet het. Bij theater gaan we dan, bij tv gaan we dan een uurtje eventjes bij wijze van spreken, is er ontspanning. En bij theater kan het misschien wel een hele dag zijn, dat je denkt, dat hebben we. Ja, dit was lekker. En nu het uitwerken, ja, dat wordt gewoon werk. Dat is gewoon ambacht en dat is gewoon veel minder leuk vaak. Want dan moet je zinnetjes gaan doen en dan blijkt het helemaal niet zo leuk als je dacht. Tenminste, dat moment heb ik altijd. Ja. Het was nog heel leuk, waarom is het nu niet meer leuk? Oh ja. Is het dan ook niet leuk of blijkt het dan toch leuk te zijn? Het blijft uiteindelijk na heel veel duwen. Oh ja. Dat duwen toch wel leuk te zijn, want dan moet het eerste coupletje gewoon op plaats 3. En deze zinnen werken niet. En dit is wel een heel leuk zinnetje. Maar ja, dan moet je eerst dit helemaal uitleggen. Oh, dan zijn we weer aan het eind van het lied. Ik dacht even dat je het over emoties had. Als ik een show aan het schrijven ben, dan gaan mijn emoties van, oh, dit is het meest fantastische wat ik ooit gemaakt heb. Oh, dit is het meest slechtste wat ik ooit gemaakt heb. Dat heb ik bij jouw shows ook. Ja, dat klopt. Ja. Nee, maar dat zie je het jou ook hebben in de zaal. Ja. dat hebben wij ook altijd. Het is altijd bij het maken, denk je altijd een moment weer. We waren toch heel blij. Net aten we nog een Ballisto. Ja. en nu is het er niet meer. Maar dat is er nog wel. Ja, dat is wat ik eerder ook zei. Dat als je eenmaal allebei hebt gevoeld, er zit iets in, dan krijg je dat er wel uit. Linksom of rechtsom. Ja.
Oké, okay, dus dan heb je eigenlijk een grote bak met allerlei losse ideetjes en een bak met hier willen we het over hebben. Ja. En dan ga je dat samenvoegen, neem ik aan. Of is dat al... Ja. Wat is de volgende stap dan? De volgende stap is dat we dan een beetje wij doen het... heel veel mensen weet ik wel, maar met briefjes waar je de onderdelen op schrijft en die komen op een magneetbord. En in eerste instantie staat er dan zo'n geraamte van bijna een toneelstuk, zonder humor. Maar ja. Gewoon eerst gebeurt dit, dan komt die gitarist die tegen dan een scène met zijn vader, dan wil iedereen de peseta, dan hebben we een einde. Ja. En dan staat er een soort toneelstuk eigenlijk. Ja. En dan gaan we dat eerst uitwerken. Oh ja, want die outline is nog niet uitgewerkt. Nee, dat zijn dan precies, de ideeën dat je denkt, dat moet iets in zitten. Ja. En dan denken we, nou dan gaan we eens die vader-zoon scène uitwerken in Spanje. Om eens te kijken wat daarin zit. En dan in ons geval, omdat we cabaretier zijn, maak je daar dan een cabaret scène van. Maar als we een toneelstuk zouden schrijven, zou je gewoon dialogen gaan maken. Denk. Ja. En dan hopen we daar iets in te vinden. En dan ontstaat er langzaam dus... Van een kale outline ontstaat er een outline met sketches, met inhoudelijke sketches. En dan gaan we kijken wat er van die tweede tafel bruikbaar is. En soms zijn dat een paar dingen. En soms moeten we toch eerlijk zijn en denken, ja, dat hele leuke lied over die man die appels verkoopt. Dat gaan we echt met geen mogelijkheid erin kunnen... Oh ja, want alles krijgen. Wat je erin wil zetten heeft dan wel een soort vorm van dit is tof... Precies, en nou, die hele leuke idee, kijk, als de grap is wel de baas, dus als het echt heel leuk is, proberen we het er wel in te krijgen. Alleen, we hopen toch altijd een soort verhaal te maken met een kop en een staart. Dan kan je een paar uitstapjes doen, maar als je de hele tijd uitstapjes doet, dan ben je publiek kwijt. Dus je kan een paar keer iets doen wat er niks mee te maken heeft. Oh, zo bedoel je. Ja. Maar daar moeten we wel een beetje zorgvuldig mee omgaan. En hoe toets je dat dan? Of is dat pas later in de... Dat bij de try-outs. Ja, precies. Denk ik. Hoewel wij nooit try-outen met... Dat is denk ik ook anders in je eentje met de twee. Ik weet niet hoe jij dat had. Maar wij kennen het altijd wel... bij de eerste try-out wel alles al helemaal uit ons hoofd. Dus nee. Het is geen blaadjes of steekwoorden of zo. Maar dat is eigenlijk al een helemaal gekend programma. Omdat wij altijd dan pas kunnen voelen of het deugt of niet. En dan merk je wel dat je denkt... Ja, die ene scène over die man met die appels was wel leuk, maar... Daarna moesten we alle zeilen bijzetten om weer in dat verhaal te komen. En zoveel leverde het daar ook weer niet op. Nee. En dan gaan we nog één keer proberen of hij eerder kan. En dan uiteindelijk sneuvelt hij misschien of komt hij weer op de stapel voor het volgende programma. Maar... Ja, maar dat gebeurt al in de try-outs. Ja. Ja. Maar even terug naar voor de try-outs. Ergens, laat ik het anders vragen. Je weet ongeveer... wat je wil maken, denk ik. Waar moet dat dan minimaal voldoen? Als je zo'n show voor je ziet, van nou... Mm-hmm. Hè, onze shows die voldoen altijd aan... Heb je daar zo'n eisenpakketje voor jezelf? Van ik wil wel dat dit het minimaal is en dat minimaal en dit moet erin. Nou, nooit zo uitgesproken, maar natuurlijk voldoet het aan allerlei eisen onbewust. Wij willen er zal bij ons altijd muziek in zitten... Een paar muzikale acts, zoals we het voor onszelf noemen. Het zijn eigenlijk zelden liedjes die je op een cd kan zetten. Maar altijd een scène in een lied of een muzikaal... Pardon. Of een muzikaal verhaaltje of zo. Dat zal er altijd in moeten zitten. We willen altijd een verhaal vertellen. En we willen een paar, voor ons gevoel, hilarische... momenten erin hebben. Ja. Dus dat zijn wel de onderdelen waarmee... Ik hoorde je lachersleidend zeggen net. Ja. Ja, ik merk zelf wel, maar dat merk ik ook als ik toneel zie of zo, dat of überhaupt, of satire, dat als ik zelf heb gelachen, dat ik dan veel meer opensta voor een mening of iets ontroerends dan als ik dat niet heb gedaan. Als ik gewoon alleen een mening krijg of alleen iets ontroerends, ga ik zelf altijd een beetje dicht. Maar als je echt hebt gelachen, dan kan je daarna best wel eventjes... Dat is het smeermiddel. Een moraaltje ertussendoor horen of zo. Ja. Dus als we eenmaal... dat idee hebben van die vader en zoon scène... die moet erin voor het verhaal... Ja, dan is de grap de baas. Dus dan gaan we eerst bedenken... hoe krijgen we dat in godsnaam
ook leuk, want anders, wat maakt het mensen in godsnaam uit dat wij een vader en zoon scène uit het Spanje van 18 zoveel gaan spelen? Ja, ja, ja. Ja, uiteindelijk hebben we die scène nodig voor ons einde, weten we. Maar op dat moment zit je ernaar te kijken en moet je gewoon ja, toch wel 3-4 keer in die scène keihard lachen. Dus dat wordt gewoon de eerste zoektocht. Ja, 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 ja. Oh ja, precies. Maar volgens mij zoeken jullie wel naar meer dan alleen de lach, toch? Jazeker. Ja, ja. Dus de grap wel als middel om uiteindelijk dat verhaal te vertellen. Dus dat is ook heel belangrijk. Dat verhaal is ook, ja. ook leidend naast de leidende grap. Ja, het begint vaak met het verhaal, met die outline, met dat wat willen we vertellen, hoe ziet het er ongeveer uit. Dat is toch altijd de basis bij ons, dat we denken, waar willen we iets over maken? Ja. En dat is vaak niet grappig in eerste instantie. Nee. Dus, nee, nee, dus je, kan, ja, je zou kunnen zeggen dat het begint met wat ja, heel... Er is altijd een grote angst voor het vingertje en een moraal, maar ik vind het altijd wel leuk. Dus we beginnen wel altijd met wat willen we gewoon vertellen en dan doen we dat vaak zelfs ouderwets op de manier van het oude toneel met een premisse van je hebt het een leidt tot het ander. Mm-hmm. Ik vind dat zelf altijd heel prettig om te gebruiken. Dat mensen, als mensen dit en dat te veel doen, leidt dat tot dit en dat leidt weer tot dat. Ja. Kan wel heel erg helpen om dat heel zakelijk te benaderen, vind ik. Ik bedoel meer de grap is de baas, dus niet in eerste instantie, maar die wordt daarna wel de baas om je verhaal over te kunnen brengen. Ja, ja, maar als smeermiddel is een, ja, precies. En ook het leukste om te doen. Ik bedoel, het is ook weer niet zo, anders hadden we wel romancier geworden. Ja, 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 ja. Je wil ja, ja. ook gewoon die grap maken. Nee, zeker. Dat is ook gewoon wat we doen. En nou, ik heb altijd het gevoel dat mensen komen voor die grap. Hè? Dus het publiek komt, als ze naar cabaret gaan, dan we lachen. Ja. Maar uiteindelijk zijn ze altijd heel blij als je daarnaast nog iets geboden hebt dan alleen die lach. Ja, ja, ja. Maar het is uiteindelijk komen ze daarvoor en komen wij er ook voor. Ja. Ik bedoel, je moet ook weer niet het groter maken dan dat. Het is gewoon een avond lachen. Alleen is die lach veel fijner natuurlijk wat je zegt. Als je ook even een paar keer hebt gedacht, oh shit, dat doe ik ook. Of hier ben ik niet alleen in. Of als er wat meer gebeurt dan dat. Ja, wat je zei net, het vingertje en moraal, hoewel ik altijd het gevoel heb dat dat maar woorden zijn en mensen nog steeds mee bezig zijn, maar dan net anders verpakt. Tegenwoordig zeggen we veel meer, nou, dit vond ik en zie maar wat jij ermee doet, terwijl het eigenlijk precies dezelfde is als, hè, als wat ze vroeger deden. Maar is dat iets waar je naartoe werkt, naar een soort conclusie, moraalachtig ding? Nou ja, het zijn inderdaad de woorden die vies zijn, vingertje en moraal. Alleen wij zijn er altijd wel mee bezig in eerste instantie. Wat willen we vertellen? Ja. Wat doet ons pijn? Of wat vinden wij leuk, erg, boosmakend? Iets, wat doet ons iets? Wat willen wij daarover vertellen? Is altijd het begin. En daar zit ook altijd wel een moraal in. Omdat we ook altijd wel zoeken naar, hoe kan het anders? Dat is gewoon, omdat het ook niet heel interessant is om alleen maar te zeggen, Jezus, wat is iedereen kut? Wat natuurlijk altijd wel een beetje leuk is, maar uiteindelijk heb je, ja. Maar bedoel je dan, ik vind het wel belangrijk om met een oplossing te komen? Ja, 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 exact. En die echte oplossing ga je natuurlijk niet geven. Je gaat niet ineens de wereld een stukje mooier maken. Maar je kan wel zorgen dat je als publiek niet je alleen voelt in je ergernis ergens over. Of dat je denkt, inderdaad, zo had ik het nog niet bekeken. Ja. En dat is Is ook een soort unieke gedachte of een Terwijl dat geldt voor ons, want ik kan ook heel erg genieten van de hele absurde hoek. Helemaal moraalloos en maatschappij kritisch. Ik vind dat zelf ook heel fijn om te zien. Alleen dat is niet wat ik kan maken of wil maken of wat wij doen. Nee. Er zit toch altijd, daarom doen we ook satire op tv. Dit gebeurt toch altijd op basis van wat we om ons heen zien en waar we iets van vinden. Ja. En dus ik vind dus je werkt eigenlijk op 4-5 sporen tegelijk. Zo voelt het voor mij nu. Dus je hebt een verhaal en je hebt een soort gut feeling van daar wil ik het over hebben. Dan heb je nog je eigen mening en unieke gedachten. En dan heb je nog die grappen en muziek. En ja, maar ik denk dat het minder sporen zijn dan het nu lijkt. Oké. Okay. Denk ik, voor ons. Ja, ja. Althans, maar dat is misschien ook omdat je erin zit. Mensen vragen, ik animeer en ik regisseer en ik schrijf boeken en ik maak theater. En mensen zeggen, je doet zoveel. Terwijl voor mij is het allemaal één ding. Precies. Ik vertel verhaaltjes. Ja. En de ene keer is dat in een filmpje en de andere keer is het in een... Ja. Dus voor jou voelt het natuurlijk minder... Nee, wij zoeken voor elke scène of elk onderdeel van ons verhaal de beste manier om dat te vertellen. En dat kan een lied zijn, dat kan een scène zijn, dat kan een monoloogje zijn. Dat zoeken we pas daarna. Dus dan
is de muziek voor ons niet iets anders. Want daarom maken we ook nooit losse liedjes die je uit de voorstelling kan knippen. Oh nee, ja, precies. Want het is altijd eigenlijk, moet er nog een scène komen hierover? En uiteindelijk blijkt dat, maar wacht, dit verhaal kunnen we het best vertellen in zo'n lied. Ja. En dan wordt het een lied. Ja, ja. Dus dat is dan voor ons niet een spoor extra, maar gewoon een uitwerking van het ene verhaal wat we willen vertellen en waar onze gut feeling zit, waar onze mening zit, is allemaal één ding. Dat is het verhaal wat we willen vertellen. Ja, en de vorm wisselt. En de vorm wisselt. Ja. En dat kan in een liedje, in een één one-liner. En soms is in eerste instantie hangen er 4 of 5 blaadjes met allemaal onderdelen van dat verhaal, waarvan we in het begin denken, dat wordt een heel groot deel. Dat wordt uiteindelijk, komen die allemaal samen in één zin, die 5 blaadjes overbodig blijken te maken. Ja. En soms zit er 1 blaadje in van, er moet nog even iets met hiermee. En dat wordt dan een musical van 20 minuten. Dus dat kan nog variëren. Dus dat weten we in het begin ook nooit. Ja, ja, ja. Maar we zoeken, uiteindelijk gaan we gewoon ons verhaal uitwerken. Ja. En stoppen er af en toe iets bij wat we gewoon heel leuk vinden. Ja, ja, eigenlijk niet inpast, maar dat mag niemand weten. Oh ja. Ja, ik zit nu eens te denken van, dat voel je misschien aan het eind van de tour. Maar laten we dat skip ik eventjes. Ja. Even heel praktisch. Hoe lang duurt dit maakproces voor jullie? Hoe lang, 2 dagen. Dat zou te gek zijn, hè? Oh. Nee, ja, meestal is dat wel ruim een jaar. We beginnen altijd, dat is meestal wel ruim een jaar, denk ik. Waarvan het eerste deel dus het ontdekken van het verhaal is. En het tweede deel van die half uurtjes gaan spelen met los materiaal. Ja. In principe zijn dat losse dingen, maar we hopen daar. Vaak zitten er ook wel al een paar dingen tussen die bij dat verhaal gaan horen. Maar wel als losse act ook stand houden. Ja. Dus dan hebben we, dat zijn de losse eerste 6-7 maanden zijn een beetje materiaal vergaren, af en toe half uurtjes doen. Dan hebben we, als het goed is, weten we dan, dit is het verhaal en we hebben al 3 hits. Zeg maar, om het grote te noemen. Goed werken, dat je denkt, nou, dat zijn knallers, want dat weten we al van die half uurtjes. Ja. En dan gaan we hem echt maken en dat is dan zeg maar 3 maanden fulltime dat we het helemaal de voorstelling gaan schrijven. En is dat vlak voor de zomer? Dat is altijd. Of is dat 3 maanden voor de eerste try-out? Nee, dat is inderdaad meestal dan juni, juli, augustus, september, zeg maar. Dus je geeft je zomer eraan. Ja, nou op 3-4 weken dat we allebei op vakantie mogen. Ja. Het liefst samen, maar goed, dat kan je niet altijd maken naar je gezin toe. Oh, dan combineren we dat. En dan gaan we try-out. Serieus, dit is een grapje toch, of niet? Of ga je echt samen op vakantie over? Wij zijn ook wel echt beste vrienden, dus we zien elkaar wel heel veel. Maar je bespreekt of we zien elkaar in Spanje aan de nou, pasta. Dan de ouders van Jeroen hebben dan een huis in Frankrijk, dus daar komen we altijd langs en dan zijn we daar. Want dus we zien elkaar vaak ook nog iets meer. En jullie ega's zijn ook vrienden. Ja. Ja, ja, dat is wel fijn. Dat scheelt. Ja, dat scheelt behoorlijk, ja. Daar hebben ze op uitgekozen. Ja, ja. Nee, dat is ontzettend leuk. Maar dan, in die maand is het gewoon fulltime, eigenlijk die ambacht. Dat is ook repeteren op een gegeven moment. Of komt dat dan nog weer daarna? Of doe je dat tegelijk? Ja, eigenlijk doen we dat een beetje tegelijk. Maar heel veel. Nou, dat deel van het materiaal is al, hoeven we niet meer te repeteren, want dat hebben we dan in die half uurtjes gedaan. En de andere dingen repeteren we echt vlak voor de try-outs. Want die zijn wel helemaal tot een comma al geschreven. Dus we hebben ze aan tafel voor ons gevoel al, zitten ze er al in. En als je hoofd geleerd, dus blijkbaar ook. En het echte spelen is dan begint dan met, dat zijn dan de 2 weken voor de eerste try-out. Oh ja. Dat zijn repetitie twee weken. Maar we zorgen meestal dat we naar aanleiding van de try-out. Die half uurtjes. Dat we naar aanleiding van de eerste try-out in de echte theaters een dag in een theater terecht kunnen om te repeteren. Daar repeteren we eigenlijk het meest. Ja. Daar gebeurt denk ik het meest. We proberen altijd een kleine montage en een grote te doen. Dus eerst een soort kleine montage. Dat je, wat hebben we allemaal nodig om te kunnen spelen überhaupt? En dan zitten we een paar dagen. Bijvoorbeeld, we zitten nu in de voor de beginnende cabaretiers, montage betekent dat je de show helemaal in elkaar zit, precies. Technisch. En ja, dat de jongen, we hebben 2 jongens van de techniek, dat die überhaupt weten wat wij gaan doen en dat we ook in het licht staan. Ja, we ongeveer weten, hier is het deze sfeer en deze sfeer, zonder echt ontwerp, maar dat je kan spelen. Ja. Hebben we veel hier gedaan, in de Omval in Diemen, waar we nu ook te gast zijn. Dus dan zitten we daar een week
En hebben daar twee try-outs. En zo beginnen we altijd met een week in het theater. Een paar dagen die kleine montage. Dus dat betekent meer een beetje kunnen spelen. En dan repeteren we ook de hele dag. Ja. Dus dat is een soort stoom... hoe noem je het? Stoompan. Ja, snelkookpan. Snelkookpan, ja, dat bedoel ik. Ja, precies. Ja, ik heb zelf net een stoompan gekocht. En daarom kan ik alleen maar een stoompan aan denken. Maar snelkookpan. Ja. Dus dat doen we dan in een week. Is het repeteren, regisseur erbij of regisseuse? Dan pas? Die is er wel eerder bij geweest. Maar niet de laatste programma's. In het begin hadden we wel heel veel regie. En de laatste programma's hebben we... Meer zijn mensen er later bij gekomen, bij de try-outs en bij de... Omdat het maken, daar hebben we geen hulp meer bij nodig. Tenminste, dat klinkt erger dan het is, maar dat vinden we gewoon fijn om dat samen te doen. Ja. En we vinden het heel lekker dat we... Vroeger je kan met een regisseur ook in een soort koker terechtkomen, dat je in ons geval met z'n drieën een programma een beetje aan het maken en voelen bent. En dan voel je ook niet meer waar het misschien mis kan gaan, is een gevaar. Was voor ons een gevaar, omdat je dan ga je spelen en de regisseur weet precies wat je allemaal bedoelt. Weet precies waarom we deze twee dingen hebben omgedraaid. Weet precies waarom we... En wij vonden het ook wel verfrissend om die eerste try-out te spelen voor een regisseur die dan zegt, hé, maar wat is dat met die... Wat is dat raar? Oh, grappig, ja. Daar heb ik nooit over nagedacht zo. En daar haalden we wat meer... Dat was voor ons heel verfrissend, ook al vervelender. Maar dat hebben we gedaan omdat anders. En die hele uitleg boeit zo iemand niet, want die ziet gewoon wat het publiek ziet. Wat een goed ding. Daar had ik nog nooit zo over nagedacht. Ik herken het wel van technici. De technicus die krijgt de opdracht om het natuurlijk geluid uit te sturen. Ja. Maar omdat hij de tekst kent, kan hij steeds zachter draaien. Ja. En dat het wel verstaanbaar is. Terwijl voor de mensen die voor het eerst dan in het theater zitten en die tekst voor het eerst horen, denken, wat zijn die nou? Ja, dat is het. En daar liepen we ook wel tegenaan met het... Ja, je wordt gewoon, je weet allemaal, en de regisseur of regisseuse weten allemaal precies wat je aan het doen bent, waardoor je sommige obvious fouten niet meer ziet. Oh, wat grappig, ja. Dus nu komt eigenlijk, als er een soort afproduct is, komt er een regisseur bij. Ja, dus bij de eerste try-out in een theater. Ja. Daarvoor hebben we wel een paar keer gezeten en natuurlijk wel verteld waar zijn we mee bezig en waar willen we iets over doen. En vaak heeft diegene ook wel die half uurtjes de hits een beetje gezien, maar niet het hele ding. Nee, precies. En waar let die regisseur in jouw ideale geval dan op? Is dat meer vorm in jou? Dat is een beetje veranderd. We zijn er steeds in geswitcht. De laatste keer hadden we Lidwien Roodhaan, wat echt een hele goede, gedegen toneelregisseur is, bewust gevraagd. Gewoon echt op spelscènes en geloofwaardigheid, omdat we graag dat verhaal van die vader en die zoon wilden vertellen. En daar wel cabaret-scènes van maken, maar we dachten, ja, voor je het weet sta je, oh, ik ben de vader en ik ben de zoon. Ben je dat aan het doen zonder dat je... En zij... komt gewoon uit de orkaterhoek en ander. Dus die zit gewoon naar muziektheater te kijken. En die zegt, ja, zo'n man zou dat toch nooit doen. Waarom zou die man in godsnaam... Ja, maar dat is heel leuk. Ja. Maar daardoor dachten we, ja, dan moeten we dus en leuk houden. En dat het ook nog... Maar meer op dramaturgie dus. Ja, die zit hij op dramaturgie en heel veel op spel gezeten. En ook natuurlijk wel... Het is ook iemand met heel veel humor en smaak. Dus die zei ook, ik vind die scène gewoon eigenlijk... Ja, die doet het niet voor mij. Nee. En dan... Probeerden we het nog twee keer en dan kom je in vechel erachter dat ze het toch gelijk heeft. Ja. Dus op die manier werkt het ook. Maar daarvoor hebben we heel fijn met Erik van Muiswinkel gewerkt. En dat zat veel meer juist op het cabaret en op de lol ook laten zien en communiceren. En het niet zo dichtgooien naar je publiek. En dat het ook best wel, je mag laten zien dat je iets leuks hebt gemaakt. Terwijl wij daarvoor een beetje aan het verzanden waren in het moet alleen maar dat verhaal zijn. En wat willen we nou vertellen? En dit is superleuk, maar dat moet eruit. Oh ja. En toen hadden we behoefte aan iemand die, aan Erik, die zei, ja, maar dit is gewoon goud, jongens. Ja. En dat we dachten, ja, inderdaad. En dan, dus dat was die fase. En zo ligt het altijd maar. Ik denk ook dat een regisseur een beetje moet passen bij waar je mee bezig bent. Of waar je op staat. Op dat moment. Ja. Ja. Ja, dat herken ik wel. Ik vind de regisseur ook moet altijd een beetje volgen, hè, wat je aan het doen bent. Ja. Maar ook wat nieuwe uitdagingen bieden. Ja. Maar wel waar jij aan toe bent en niet... Precies. Anders word je alleen maar onzeker van als je te hoog moet reiken of te laag moet schrapen. Ja. Ja. Ja, herken ik wel, ja. En ik vind het zelf altijd wel een beetje fijn als je ook een...
als het ook wel iets spannends heeft. Dus wij dachten, we gaan die Lidwien Roodhaan vragen. Oeh, dat vond ik wel spannend om daarmee aan de koffie te zitten. Net een goed toneelstuk van haar gezien. Dacht ik, oh god, dan komen wij met onze grapjes. Dat vind ik wel een lekker gevoel. Dat je af en toe ook denkt, nou, ze komt kijken. Ja, het publiek vond het heel leuk, maar oeh, wat vond Lidwien? Ja. Ik ken het zelf ook wel. Dat kan wel iets opleveren als je ergens een soort... Als het net een soort andere hoek is. Dan dus dat zit dan toch tussen vertrouwen en een beetje angst in of zo? Ja. Nou ja, je moet wel vertrouwen houden, toch? Je kan niet alleen maar bang zijn, nee, toch? Nee. Het is geen grote angst, maar het is wel dat ik denk, wel, eigenlijk wel stiekem wel dat ze het leuk of goed vindt. Ja. Het is gewoon respect is het meer dan ja, angst. Ja, precies, ja. Ik denk dat het wel scheelt. Dat denk ik ook, ja. Ik denk dat als je echt helemaal geen respect hebt voor je regisseur, dat het niet werkt. Nee, dat denk ik ook niet, nee. Nou, maar dat zou ik wel moeilijk vinden dan toch ook. Want jullie wisselen wel veel van regisseur, toch? Valt wel ja, nou ja, we hebben nu 6 programma's en 3 regisseurs. Oh ja, dus het valt wel mee. Het valt wel mee, ja. Ja, eerste met Ira Jutkowska, ja, dat was ook echt een toneelregisseur. Daar hebben we op de Academie voor Kleinkunstfilm mee gewerkt. En daarna ook nog... twee programma's meegemaakt. Dus dat was heel fijn. En toen Erik. En nu 1 keertje Lidwien. Dus het op zich valt er nog wel mee. Ja, valt wel mee. Ja. En hebben ze allemaal iets anders gebracht? Of? Ja, zeker. Ja. Ja, Ira was... wij wilden in het begin... Was het helemaal niet het plan om cabaret te gaan doen. Dat ging bijna per ongeluk. We zouden muziektheater gaan doen. En dat deden we ook in België. En dat was een hele andere hoek nog eigenlijk. En toen werd het steeds meer cabaret. En... wilden we dat wel, maar deden we dat nog niet echt. En toen was Erik heel handig, want die deed het wel echt. Ja. En die benoemde dat ook. En toen waren we nu alweer toe aan iemand die na alles wat Erik ons had gebracht... om even iemand te hebben die juist weer op het spel zat. Ja. Dus het was voor ons voelde het wel natuurlijk. En wat we nu gaan doen, weten we nog niet. Ik denk, nee. Maar zijn jullie wel aan het denken al, een nieuwe show? We zijn nu net begonnen... het is natuurlijk nu door de corona idiotie weten we nog niet waar we gaan staan in september. Maar in principe zouden we vanaf oktober zo'n beetje weer gaan toeren. Ja. Heb je ook het gevoel dat je... ik probeer het nou niet te sturen te vragen. Dat je het zonder Jeroen beter zou doen. Ik vind toch dat je solo moet. Ja. Nee, jullie hebben natuurlijk heel veel succes en het publiek verwacht iets van je. Dan moet je toch een soort aan voldoen of zo. Voel je die druk ook? Ja. Op televisie meer dan in theater. Oké. Want in theater... Ik dacht altijd hoe... Als je meer succes krijgt op grotere zalen... wordt het ook wel moeilijker door die verwachting. Alleen mijn ervaring is dat het veel makkelijker is... Om aan die verwachting te voldoen. Ja, nou ja, omdat mensen er zin in hebben en in jouw team zitten als je begint. Ik dacht, straks kunnen we steeds minder gekte kwijt of eigen dingen als we een groter publiek hebben. Was mijn angst altijd vroeger een beetje. Laat ons maar een beetje in die kleine zalen, want dan kunnen we helemaal ons eigen ding doen. Oh ja. Alleen ik merk nu dat omdat mensen er zin in hebben en blij zijn dat ze in die zaal zitten en open staan, dat we ineens veel meer kunnen. Dat we veel gekkere bochten kunnen nemen en veel meer onze eigen smaak, omdat ze ons vertrouwen. Ja. En in het begin dachten ze ook van, ja, wat is dit nou weer? Ga ik niet in investeren? Even knarren, we moeten. Dat is leuk, zo'n blind date voorstelling of weet ik veel. Maar, dus dat vond ik veel harder werken in het begin en nu. En ook ergens beperkender. En ik merk dat we nu veel meer credits krijgen om eigen dingen te doen. Nog steeds vind ik de verwachting altijd een soort... dodelijk iets. Maar je moet ook gewoon sowieso natuurlijk niet op een podium gaan staan en cabaretier willen worden. Want het is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Want? Ja, toch altijd maar. Ja, recensies en mensen moeten het leuk vinden en het is natuurlijk ook heel kwetsbaar en kut. En geweldig. Maar die verwachting is, ik kan wel zeggen, het is nu makkelijker geworden. Alleen als ik nu concreet denk aan dat we straks weer in het theater staan met een nieuw programma, denk ik, oh god, hoe moet het ons gaan lukken en wat gaan ze allemaal vinden? Dus dat zit er ook bij. Maar, het is natuurlijk heel kut en kwetsbaar en vervelend en naar. Vertel daar eens even iets over dan. Wat is dat dan? Nou ja, het zal iedereen hebben die optreedt. Het is het mooiste en het ergste in één. Dat maakt het zo aanlokkelijk waarschijnlijk ook. Maar ja, je rijdt gewoon, je moet voorstellen, dan zit je thuis, in je huis, waar je je fijn voelt. En dan ga je om 2 uur 's middags rijden naar Sittard.
En dan ga je daar, oh, dan komen de mensen en die komen dan kijken of het leuk is. Ja, dat is helemaal, dat is idioot. En dan sta je daar keihard je best te doen. En als het gaat vliegen, dan denk je, godsamme, zijn we ook geweldig. Wat is het toch leuk, wat een avond. We gaan twee keer bij een tankstation stoppen voor iets. Maar als we het niet leuk vinden, dan ben je er helemaal naartoe gegaan. En dan, dan vonden ze het, hadden ze er wel iets anders van verwacht. En dan word je elke minuut, bij elke act, elk liedje, word je gekeurd door een lachmeter. Ja, zo voelt het voor jezelf in ieder geval. Dat is natuurlijk zo. Alleen als het op... En de leuke avonden zijn gelukkig wel echt in de meerderheid. En de laatste jaren hebben we het geluk dat de zalen vol zitten en dat het leuk is. Maar ja. Ik bedoel, de eerste jaren, ik vond het ook af en toe echt hartstikke zwaar. Dat als beginnende cabaretier... Maar wat vond je dan zwaar? Want dat ergens, dat reizen en... Nee, maar wel het idee dat je ergens naartoe gaat om daar publiekelijk gekeurd te worden. Dat moet je wel. Ik vond het heel fijn om dat zo te voelen ook, dat zo is. In plaats van te denken, als je heel naïef ergens naartoe rijdt... En dan gaan de mensen ineens het helemaal niet leuk vinden. Dat is een klap in je gezicht. Terwijl ik vond het heel lekker om te bedenken... We gaan nu ergens naartoe om publiekelijk gekeurd te worden. Dat kan ook wel eens kut zijn. Yeah. Maar we zijn samen en we hebben iets moois gemaakt. Yeah. Dat vond ik een fijnere insteek. Dat je weet dat het een idioot principe is. Oh zo. Dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Dat het bizar is. Ja, het blijft heel raar. Ja. En het kan ook geweldig zijn. Maar het is ook gewoon heel kwetsbaar. Want je gaat grapjes maken voor de mensen. Ja. En dan moeten de mensen daarom lachen. En als dat niet zo is, is het mislukt. Ja. Wat hebben. Want er gaan 100 vragen door mijn hoofd nu. Herken je dat niet? Nee, ik herken het heel erg. Niet iedereen herkent het hoor. Ik heb meer gesprekken met cabaretiers gehad natuurlijk voor deze podcast. Ja. En ook gewoon. Niet iedereen herkent dat ze dat raar vinden of gek. Nee, het is natuurlijk bizar. Nou, ik vind het ook heel leuk om daarover na te denken. Want wat ik ook heel bizar vind, is dat je ook een soort... een afspraak hebt met de zaal van dit is leuk wat ik doe. Ja. Terwijl diezelfde zin in het bos tegen iemand, dan ben je gewoon een enge man. Ja. Snap je? Dus er is ook een soort van gekke afspraak die je met elkaar maakt van ik ga hier iets zeggen, jullie gaan het leuk vinden en dan ga je erom lachen. En dan gaan we weer naar huis. En dan ga je klappen en dan gaan we weer naar huis. Ja. Dat hele klappen vind ik ook bizar. Ja. Dat mensen dat doen en dat ik moet buigen. Ik sta de hele avond te werken en dan moet ik buigen. En dan moet ik dankjewel aan de zaal zeggen. Het zijn allemaal hele gekke principes of zo, weet je. Terwijl zij zouden dankjewel... Nou ja, goed, bla bla bla. Maar wat ik interessant vind is dat... Ik het gevoel heb dat als ik met mensen praat die geen cabaret maken... dat die eigenlijk alleen maar dat romantische leuke... zien. Mm-hmm. Oh, dan ga je op een podium staan, dan vindt iedereen je leuk, dan moeten mensen om je lachen en je werkt een uurtje en dan ben je ook weer klaar. Ja, Terwijl jij nu zegt van het is eigenlijk ook heel raar zijn, maar ook heel erg kut af en toe. Het is heel vervelend. Dus ik probeer er een beetje achter te komen. Wat is dan zo vervelend? Wat is er dan? Hè? Je zegt, ja, dan ga ik dan doen, dan word ik gekeurd, maar dat wist je van tevoren. Ja, maar het kan natuurlijk heel vervelend zijn als je nog niet weet of het lukt. Bijvoorbeeld, als je hebt iets gemaakt en geschreven, je bent er maanden mee bezig en dan ga je ergens naartoe. Dat maakt het zo saillant. Ja, zit hard. Ja. Ga je daar naartoe? Of op een gegeven moment niet meer. Maar met je ballisto in je hand. Voor als het lukt, dan mag je allebei. Zo handig dat er twee in zitten. Ballisto. Goed, ik heb nu 3 keer gezegd. Maar dan. Ja, dat is een aloud principe, dat als iets niet lukt, heeft het veel meer impact op een mens dan als het wel lukt. Wel voor kortere duur, maar... Ja, dus als je die scènes hebt gemaakt en er gaan er 4 goed en 1 gaat helemaal op zijn bek, die pijn is even groter. Oké, daar gaan we toch nog dieper op in. Want als ik de afwas doe en de afwas mislukt, dan is dat niet zo erg. Dan je zit toch in een vak waarbij je ook weet van... nou, ik ga try-out en dat kan een keer mislukken. Ik ben nieuw in dit vak. Ja, maar waarom doet het dan zo'n pijn? Omdat je stel dat je hebt gegeten... en dan rij je met de afwas naar Sittard... en dan ga je op een podium staan... met allemaal mensen die heel graag naar de afwas willen kijken... Ja? En dan ga je daar afwassen en dan krijg je dat bord niet schoon. Dat is wel kut.
Ja, maar ik heb toch het gevoel, want ik herken dat natuurlijk heel erg, daarom ben ik nieuwsgierig naar. Maar als je kapot gaat op een podium, als je doodgaat, dan doet dat zo erg pijn dat ik heel nieuwsgierig ben. Maar misschien is dat een persoonlijke fascinatie van mij. Waarom doet dat nou zoveel pijn, dat als het mislukt? We komen iets grappigs brengen. Nou, mensen denken, ik vind het niet zo grappig. Nou, prima, dat kan. Dat is helemaal niet zo erg. En dan ga je naar huis en je hebt al avonden gehad. Je hebt al 30 avonden gehad waarbij het lukt. Ja. En dan lukt het een keer niet. Nee. Waarom is dat nou zo erg? Ja, dat is een goede vraag. Maar ik denk dat dat een soort oer iets is van leuk gevonden willen worden en gewaardeerd willen worden. En dat je dat hier eventjes heel zwart op wit krijgt over iets wat je gemaakt hebt. In het hele leven is het natuurlijk zo dat je wil dat mensen je leuk vinden. En iedereen die zegt dat het niet zo is en dan, daar stoer over doet, komt allemaal uit hetzelfde vaatje. Ja, dat wil je in principe. Nee. En ik denk dat mensen die op een podium gaan staan, dat misschien daar ergens nog een grotere kick uit halen dan andere mensen. Ook los van dat je het geweldig vindt om dingen te maken en kunst en creativiteit en de muze en alles. Je vindt het ook gewoon een gaaf idee om iets wat je gemaakt hebt te laten zien. En je wil dat iedereen het gaaf vindt. Dus die lat ligt al hoger. Ja. Als dat dan niet gebeurt, dat is gewoon een klap in je gezicht. Ja. Ja, en waarom dat zo erg is. Ik vond het interessant dat ik een keer een Engels artikeltje las over een studie waarin mensen werd gemeten wat het meest pijn deed en wat ze het allerergst vonden om mee te maken. En dat ging echt van een bak met giftige slangen naar bloot ergens moeten lopen. Nou, echt allerlei rare dingen. En een soort PowerPoint met een grapje voor een publiek doen en een stukje zingen, allemaal dingen. En dat hebben ze allemaal gemeten. En toen bleek het ver, 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 ver boven op één stond voor een groep iets doen wat leuk moest zijn. Ja. En dat won van alle andere dingen qua wat er in een lichaam allemaal werd aangemaakt aan angst en verdriet en pijn. En ik weet niet wat de reden daarvan is, dat stond er ook niet bij. Maar toen dacht ik, ja, dit is dus blijkbaar, is het dus ergens ook het engste wat er is. Ja. Totdat je vak wordt en het wordt heel leuk en zo. Want we nog niet doen alsof het een marteling is. Want dan nee, zou je nee, niet doen. Nee. Maar nee, er zit ergens een soort oer iets in. Er zit een soort oer kwetsbaarheid in om daar te gaan staan. Nou, dat te gaan staan en zeggen dat je grappig bent. Ja, en zeggen. En dan niet grappig blijken te zijn. Ja, precies. Ja, ik heb het vast wel eens ergens tegen iemand in deze podcast zeg. Maar ik ben inderdaad wel eens via een wc-raampje naar buiten gekropen. Omdat ik niet door het publiek naar buiten wilde lopen. Omdat ik zo slecht was gegaan. Ja. En dat is zo pijnlijk. Dat is wel echt heel erg. Ja. Verschrikkelijk. Ja. Ja, dat was een maand lang geen Ballisto. Oké, dus dan gaan we even terug naar het maakproces. Dan ga je de try-outs in. Hè? Dan ga je, en jullie hebben dan alles al uit je hoofd geleerd. Ja. Gaat dat makkelijk uit je hoofd leren? Ja, dat gaat heel makkelijk. Oh, ja. Dus dat is. Geef het ze tijd? Hoe lang ben je aan het leren? Nou, een scène zit er wel in een half uurtje in, denk ik. Ja. Dus dat gaat rap. Want je hebt hem zelf geschreven en gekleid en je weet wat de bedoeling is. Dus dat. En het op elkaar aangesloten, want jullie doen het met z'n tweeën. Dus, dus je moet precies weten wie wanneer wat zegt en waarom en hoe en met welke timing. Gaat daar veel tijd in zitten? Nee, het meeste repeteren we zittend en we komen pas in actie op het podium. Ja, precies. Dus wel, we staan nooit echt veel fysiek te repeteren. Behalve dan als we in het theater zijn en daar een paar dagen zijn. Dan wel echt, maar daarvoor is het gewoon zoals wij nu tegenover elkaar zitten, maar dan wel in de juiste timing en wel wetend. Nu ben ik ongeveer hier. Nou ja, exact. Hey, en wat gebeurt er in de try-outs? Want je zei, je hebt eigenlijk dit hele programma al, ken je al. Maar wat gebeurt er dan? Is dat gewoon inspelen? Of wordt er ook nog heel veel op dynamiek gelet? Of is dat daarvoor al? Of? Nee, dan spelen we hem inderdaad in en dan gaat er wel veel geschoven worden qua volgordes en vallen de dingen uit. We zijn in principe altijd te lang. Vooral te veel zijn we altijd. Niet eens per se te lang. Maar dat is. Wat is het verschil tussen te veel en te lang dan? Nou, dat we vaak te veel willen zeggen en doen op een avond. En uiteindelijk altijd erachter komen
Eigenlijk moeten deze twee dingen eruit, want dan wordt de rest sterker. Ook al zijn die twee dingen wel waardevol of vinden we ze leuk of hebben ze ook wel wat. En zouden ze het ook los in zo'n half uurtje heel goed doen. Maar op zo'n avond is het te veel. Dus het is niet eens dat we 2,5 uur aan try-outen zijn. Meestal is het ongeveer de lengte die het zal houden. Alleen gaan er dan twee onderdelen uit en dan krijgen de andere onderdelen de kans om wat te groeien. Dus eindig je weer met die lengte, maar er zijn er wel twee dingen gesneuveld. Ook omdat je trager gaat spelen misschien, meer ruimte geeft? Of? En dingen vindt, al spelend. Ja. Dat je denkt, maar kan dit niet, zou dat niet leuk zijn? En de ene avond doe je het live. Maar ja, je bent met z'n tweeën, dus je kan iets minder gaan freewheelen op het podium. Maar soms zit dat wel met kleine grapjes. Maar meestal is het na afloop in de auto dat je denkt, maar kunnen we hier niet nog iets? En dan geven we het nog een versie 2 en dan wordt het wat langer en dan krijgt het wat rust. En dan wordt het weer wat leuker of beter van, hoop je. Ja, want hoeveel gooi je weg? Gemiddeld 2, 3, 2 denk ik meestal echte acts, nummers. Oh ja. Een liedje en een scène. Jullie hebben goede score dus, van wat je... Ja. Wat je maakt en wat het ook uiteindelijk het toneel haalt. Ja, in principe doet alles het vaak wel. Alleen is het de veelheid die het in de weg zet. Ja. Maar dat is ook omdat je daarvoor al veel geschrapt hebt. Precies. Ja, exact. Oh ja. En waar let je dan op in de try-outs? Wat is je doel? Ja, de eerste... Of je nou wil of niet, let je toch als eerste op de lach. En of die zit op de plekken waar je wil. En daarna, als je daar een beetje aan gewend bent, proberen we wel heel erg te voelen of het verhaal ook overkomt. En af en toe vragen we dat na afloop aan wat mensen. Maar voornamelijk aan de... Aan wat mensen in de zaal bedoel je? Mensen in de zaal. Ja. Of de paar directeuren in het land waarvan je weet, die hebben altijd wel iets goeds te zeggen. Dat je denkt, nou, dat kan... Namen! Dus dat is ook altijd wel prettig. Maar vooral de regisseuse of regisseur die dan mee is. Ja. En je bent altijd mee? Elke show? Nee, maar in de try-outs wat vaker wel. Niet allemaal, maar om de zoveel keren. Ja. Maar het meeste met z'n tweeën. Ik vind het heel fijn om met z'n tweeën te zijn. Omdat je ook... De een kan een sterk gevoel hebben bij de ene scène wat er anders moet en de ander bij de andere. En dat gaan we nog gewoon allebei proberen. Allebei de dingen, want in het maken gaat alles helemaal samen, maar in het spelen zijn de belevingen toch wel iets anders, omdat je dan dan moet de ene toch die scène dragen en dan heb je echt geen tijd tenminste om echt te voelen wat er aan de hand is. Dus dan gaan we gewoon vol op ons gevoel af van wat we allemaal denken dat er anders kan en dan passen we dat weer aan. Dus waar letten we nog naast de lach letten we op hoe het verhaal overkomt en waar het inzakt. Oh ja. Dat blijf ik altijd maar fascinerend vinden, dat zo'n voorstelling is een aaneenschakeling van scènes, hoe je het ook bent of keert. En een scène kan op zichzelf geweldig zijn, maar door de plek in een voorstelling ineens het helemaal niet meer doen. Dat blijft wel iets wonderlijks. Terwijl als je hem iets naar voren haalt, is het heel leuk. Dan heeft er geen inhoudelijke oorzaak. Nee, dan is het gewoon in de opbouw deugt het niet, of dan heb je net... Het zijn van die simpele dingen. Dan heb je net te hard gelachen om eenzelfde soort humor. Ja. En dan vind je dat daarna, denk je, dat weet ik nou wel. Onbewust als publiek. Ja, ja, ja. En dan draai je het om en dan werkt het versterkend. En dan denk je, wat krijgen we nou? Dat is wel een mooi proces. Ja. Denk, hoe kan het nou dat die ene scène... Ik denk dat iedereen het zal herkennen. Of dat ene, er is altijd iets wat het maar niet optimaal blijft doen. Terwijl het dat wel een keer gedaan heeft. Ja. Omdat het los stond. Of, omdat of het kan ook zo zijn dat er een... scène sterft, die het 10 keer geweldig doet en de 11e keer niet meer zo. En dan dat daarna, je hem kwijtraakt door het spelen. Ja, en dan is het gewoon, dat je, kan dat nou? Het was toch echt heel leuk? Ja, heel herkenbaar. Ja. En ik heb wel het gevoel dat je... En dat is, bij ons is dat vaak zo. Sorry, maar is dat omdat dat wat daarvoor dan is, beter of anders is geworden... Waardoor die ene niet meer op zijn kracht zit. Oh ja, ik moet altijd aan Groundhog Day denken. Ik heb een film, hè? En daar gaat hij dan een meisje versieren. En mag hij elke dag opnieuw doen. En dan lukt het bijna. En dan gaat hij dat proberen te herhalen. En dan overschiet hij zijn doel de hele tijd. Omdat hij te enthousiast doet. Dat gevoel heb ik vaak bij. Als er een scène wegloopt. Dus die gaat minder goed. Dan ben ik waarschijnlijk aan het...
aan het anticiperen op de lach. Of ik denk, oh, dit wordt leuk. Want het en dan is het weg of zo. Ja. Het is heel frustrerend, ja. En andersom gebeurt ook dat iets waarvan je denkt, nou, daar moeten we echt nog even naar kijken. Of is dat wel goed genoeg? Ineens het gaat doen. En op zijn plek valt. Ja. Ik vind het altijd wel een heel gave fase, die try-out fase. En heel spannend en zo. Maar het is ook wel, als de puzzelstukjes goed vallen, dan is het ook wel een kick. Ja. En het is ook vreselijk om afscheid te nemen van iets waarvan je dacht dat het heel leuk was. En misschien juist wel de meeste tijd in het. We hadden afgelopen voorstelling hadden we onszelf mee op schermen met instrumenten en zingend. En ook een heel nummer gemaakt wat zoveel werk was om op te nemen. Waarin we a cappella met onszelf een hele act. Ja. Jeetje, dagen en dagen. En nou, uiteindelijk gemonteerd, heel blij mee. En we deden hem de eerste keer. Ja, nou wel oké. Tweede keer, ja. Het was een beetje een dipje. En we hebben het wel 15 keer tegen beter weten ingeprobeerd. Ja. Totdat hij gewoon weg. En nooit meer terug. Ja, vreselijk. Ja, heel herkenbaar. Je, ja. Oh, al die dagen. En we hebben toch zo gelachen. En Ja, heel herkenbaar. Ja, we hele animaties zitten maken. Prachtige scène. Het klopte allemaal. En we deden hem en het werkte gewoon niet. En ik hoorde al zo al vooruit. Ja, die moet eruit, hè? Nee, die kan er niet uit. Het zit zo van werken. Maar als je het elke avond moet doen en het werkt niet, dan op een gegeven moment. Op een gegeven moment verliest hij dan ook zijn waarde, toch? Ja, precies. En dan is het ook heerlijk als hij er helemaal uit is. En dan mis je hem ook meteen niet meer. Je hebt al een paar keer in dit gesprek gezegd wat je samen zo lekker voelt. Betekent dat je ook wel eens alleen op het podium hebt gestaan? Heb je goed vergelijkingsmateriaal daarin? Of is het gewoon het gevoel dat je... Nee, wel van het maken. Ik bedoel, ik maak wel dingen... maar dat is niet... Ik schrijf voor anderen ook wel en ik regisseer af en toe een beetje. Of ik schrijf liedjes voor anderen voor de Boterhamshow, een kinderprogramma. Dus dan ben je in je eentje aan het werken. Ze kennen wel het maakproces van alleen maken. Maar alleen op het podium staan, nee. Ja, nee. Wel eens wat presenteren, maar niet... Nee. Wat ik boven vraag, wat is, kun je dan de voor- en de nadelen een beetje doen? Maar dat kan dan eigenlijk niet, toch? Nee, dat kan niet echt. Van op het podium staan weet ik dat niet. Nee. Maar ik weet wel dat ik... het echt heel fijn vindt om met z'n tweeën te maken en om met z'n tweeën te kunnen verwerken ook. Ik vind het heel knap van mensen die dat in hun eentje doen. Je hebt natuurlijk die stap gemaakt van met z'n tweeën naar alleen. Ja. Dat heeft natuurlijk voor- en nadelen, maar... Ik was daarvoor ook al alleen, dus ik wist wel waar het toe ging. Ja. Maar dat als het dan een keer niet lukt, of wel lukt, dat in je eentje te moeten verwerken, dat lijkt me wel zwaar. Ik vind het heel lekker. Dat is veel zwaarder. Ja, nee, dat klopt. Dat is veel zwaarder. Het voordeel is dat je ook wel al die afslagen kunt nemen op een podium. En dat je geen compromis hoeft te sluiten. Soms denk je echt van, daar zit iets. Ja. Daar wil ik naartoe. En dan wil de ander daar toch niet naartoe. Dan houdt dat op. Dus ik vind het allebei zo'n voor's en na's hebben. Maar inderdaad, een slechte voorstelling verwerken. Wat niet zoveel meer voorkomt in dit stadium van mijn carrière. Maar een mislukte voorstelling verwerken in je eentje. Dat is echt heel pijnlijk. Ja. Ja, dat klopt. Premières doe je dan? Doe je die première? Hebben we altijd gedaan en gaan we nu niet meer doen. Oké, en waarom? Om de doodeenvoudige reden van de stress en de spanning die erbij komt kijken. En je hebt het niet meer nodig. Dat zal dan de reden zijn toch ook? Nee, en precies, ik vind het wel leuk als de pers komt kijken, want ik ben altijd benieuwd. Maar... om dat op één avond te concentreren. Daarvan zei Joep van Deudekom een keertje... waarom doe je dat eigenlijk? Ik zeg altijd, dan is hij af en kom dan maar een keer kijken. Ja. Toen dacht ik, laten we het ook eens een keer doen. Ja. Met als nadeel dat er meer avonden spannend zullen zijn misschien. Maar je vindt dus recensies wel belangrijk. Je vindt het wel belangrijk om te krijgen. Ja, en daarna helemaal niet en niet mee eens of wel mee eens en allerlei dingen. Maar blijkbaar vind ik het dus wel belangrijk. Want je nodigt ze wel uit. Ja, en ik kan er heel kwaad aan worden of heel blij van worden. Dus blijkbaar doet het me wel wat. Maar misschien vind je dat ook wel lekker? Om er boos op te worden en er blij van te worden? Of? Ja, ik weet niet wat... Ik zou heel graag willen zeggen, we maken wat we maken en het maakt me niet uit. Maar dat is gewoon niet zo. Nee. Nee, ik ben er wel gevoelig voor. En is dat met de. Waarom is het met de pers dan zo belangrijk? Blijkbaar belang. Of niet? Nee, dat is een aanname. Waarom is dat zo belangrijk dat die paar recensenten dat dan
Ja, want hoeveel spelen jullie? 80 tot 100 voorstellingen per seizoen? Ja, dus hebben deze inderdaad nu 220 keer gespeeld in totaal. Ja. Dus je doet 110 voorstellingen per seizoen. Dan krijg je 110 keer bevestiging van 800 man die zeggen dit was te gek. Ja. Maar dan wil je toch die krant horen. Dat vond ik ervan. Ja. Geen klopt. En waarom? Ja. Nou ja, dat is gewoon het aloude. Ik zeg weer aloude. Ik zeg vaak aloude. En ik zeg vaak ballisto. Ja. Maar ik weet dan waar de volgende voorstelling over gaat, denk ik. Ja, denk het ook. Maar dan staat het zwart op wit. En dan kan iedereen, ook die er niet is geweest, het lezen. Dus het is gewoon... Bevestiging. Het is ook gewoon het feit dat je... dat het iets doet met hoe je het speelt, vind ik bijna het spannendste eraan. Dus als je een goede recensies, en we hebben gelukkig niet heel veel pijn gehad, maar goede recensies zijn altijd lekker, want dan ga je van vliegen, denk je ook inderdaad. Maar als er bijvoorbeeld ergens staat, die scène met dit en dat, die deugt niet. Ik heb eigenlijk vooral angst om dat te lezen, want ik weet dan hoe moeilijk het wordt daarna om daar weer overheen te komen en over die emotie heen. Ja, en dan ga je toch elke keer als je die scène speelt, ga je denken, oh, dit is blijkbaar heel erg flauw. En dan moet je er natuurlijk niet aan denken. Nee. En je hoort ook aan een reactie dat het niet per se hoeft. Maar dat gaat iets in je hoofd. Eigenlijk wil ik het gewoon vasthouden en van mij en het publiek houden. Ja. En ineens komt er iets van buiten. Ja. En dat vind ik er spannend aan. Maar maar leuk spannend. Nee, vervelend spannend. Oh, wat grappig. Dus dit is zo'n duale. Nou, ik vind recensenten niet zo interessant. Je staat 800 of 80 keer te spelen. Ja. We genieten allemaal van wat dat is. En dan komt er van buitenaf iemand in die zegt, ja, maar het is dit. Dat vind ik heel na. Laat ons gewoon genieten van wat we gemaakt hebben. Ja, ik zou dat ook willen denken, maar dat heb je niet. Nee. Dat is me niet gelukt. Nee. Ik vind het wel. Ja. Verstandelijk vind ik het ook. Ja. Maar ik kan er toch eventjes wakker van liggen. Het wordt wel steeds korter, die periode. Maar ik wil even dat het voorbij is en dat moment geweest is. Wakker liggen doe ik ook wel. Als ik een slechte recensie krijg, denk ik ook, verdomme. Maar ik vind ze niet meer zo interessant om te krijgen. Dus vroeger was het eerste wat ik deed na een première. Kijken, wat schrijft de krant? En nu nodig ik ze niet meer uit. En als ze wel komen, dan hoor ik vaak een week later van iemand dat er een recensie is geweest. Nee, daar ben ik nog niet. Nee, het zit niks beters of slechters. Dat bedoel ik helemaal niet te zeggen. Nee, maar voor mij wel. Ik hoop dat ik zou graag willen dat ik er laconieker in stond. Dus ik hoop daar wel te komen. Dat ik het ook via hoor. Ja. Maar dan heb ik de pagina al 3 keer ververst, dus dan heb ik het echt wel als eerste gezien. Is het met kijkcijfers ook zo? Nee, minder. Oh ja. Je zit niet 's ochtends al te kijken? Maar ik kijk wel, maar wel als ik wakker ben. Zeg maar, snap je, er zit geen drive achter. Er zit niet dat ik denk, en dan een wakker schrik. Omdat ik vind het wel leuk om te weten, maar dat is niet te vergelijken met theaterrecensies. Nee. 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 Nou, helder. Hey, we zijn een beetje, de tijd rond. Ik heb nog een paar vraagjes. Ja. Ik sluit dat af met 2 vragen. En de een blijkt altijd heel moeilijke vraag te zijn, de andere heel makkelijk. Laten we met een makkelijke beginnen. Er zit een beginnende cabaretier nu thuis te luisteren. Wat is de allerbeste tip? Veel spelen voor niet per se grote clubs. Maar dus doen mee aan de festivals. Meteen gewoon meedoen aan festivals? Ja. Tenminste, ik ga ervan uit dat als je zit te luisteren en jezelf een cabaretier noemt, dat je wel aspiraties hebt of iets gemaakt. Oh ja. Dat je wel een beetje dingetjes hebt. Dus ik denk toch dat je door spelen het meest leert. En daarna probeert op elke plek zo goed mogelijk te zijn. En dan vergroot je de kans dat mensen je zien. Ja. Dus alles aannemen. Ja. Ja, daar ben ik het mee eens hoor. Er zijn natuurlijk momenten dat ik gedacht heb, dit had ik niet moeten doen. Nee, maar goed, ja. Daar leer je ook van. Als beginner word je niet, krijg je niet, als je ergens hebt meegedaan aan een festivalletje en dat lukt niet, betekent dat niet het einde van je carrière. Want dat is het voordeel van beginner zijn. Er hangt nog niet zoveel van af. Dus je kan gewoon vlieguren maken
En de brokken horen erbij, maar zijn niet een streep door je carrière. Nee. Je kan zelfs 3 keer meedoen aan een festival. Of dan weer van Leiden naar Amsterdam. Naar, dat vind ik wel fijn aan het cabaret-systeem. Je mag best wel vaak vallen in het begin. Ja. Ja, de mensen, behalve bij de recensenten die dan vaak in het begin al heel hard kunnen zijn. Maar... Ja, maar dan moet je wel al in de finale staan. Ja, ja, precies, ja. Ja, ja. Mensen, oké. Okay. Nou, tof, mee eens ook, dus dat is ook leuk. Een tweede vraag is, wat had je zelf heel graag willen weten toen je begon? Wat je nu wel weet, maar wat je toen, waar had je nou heel veel aan gehad? Ja, natuurlijk had ik er veel aan gehad om te weten dat het goed zou komen. Maar dat geldt echt voor mijzelf. Dat zou ik natuurlijk heel lekker vinden. Als je het gaat lekker zo door, jongens. Uiteindelijk komt die zaal wel vol. En had je last van onzekerheid? Bedoel je dat zeggen? Nou ja, ik vond die eerste jaren en heel leuk. Maar steeds voor 14 man in Enschede spelen. Had ik het ook wel leuk gevonden als iemand had gezegd. Dit is even een paar jaar zo. En dan kom je er. Zo, dat had ik wel leuk, dat had ik wel fijn gevonden. Maar breder had ik wel heel graag willen horen dat het ook leuk mag zijn, cabaret. Ik heb toch wel heel lang gedacht, het moet dit verhaal zijn, deze boodschap, dit wil ik vertellen, vertel het wel, hebben we wel een oplossing. En ik had wel iets eerder willen horen, het is ook gewoon... Het is ook niet zo groot en niet zo heilig. Mensen komen om te lachen en willen een leuke avond hebben. Dus dat is minstens zo belangrijk. Dat had ik wel eerder willen weten. En had je dan ook meer plezier in gehad? Ja. Ja. Dan hadden we denk ik ook in het begin meer ruimte gegeven voor de dingen die we echt vet leuk vonden. En hadden we die ook allemaal gedaan. Dat zijn we later wat meer gaan doen. En de vraag is natuurlijk of je dan ook hier terecht was gekomen. Ja, dat weet je niet. Nee. Nee, misschien wel niet, want ik ben wel heel blij met de trage opbouw van onze carrière. Ja. Dat we gewoon jarenlang hebben kunnen spelen voordat we de grote zaal ingingen, ja. Vind ik nu wel heel prettig. Waarom? Ik ben het helemaal met je eens, maar waarom? Nou ja, omdat ik het idee heb dat het nu, we het ook langer vast kunnen houden, omdat we weten waarom we er zijn gekomen en hoe het moet. Het is ons niet overvallen. Nee. We dachten niet, jeetje, wat, wow, en nu volle zalen, nog programma, oh, ik weet niet. We weten nu, we doen namelijk al jaren, doen we wat we doen. En het heeft alleen nu meer succes, maar we weten wel hoe het moet. En dat hebben we lekker kunnen oefenen. En af en toe ja, door een wc-raampje kunnen ontsnappen. Dat kon allemaal nog, ja. In die kleine zalen. Dat vind ik al achteraf wel prettig. Ja. Hey, dankjewel voor het gesprek, man. En jij ook? Ja. Tot zover de podcast Zo maak je een cabaretprogramma met als gast Niels van der Laan. Wil je het boek hebben waar deze podcast op is gebaseerd? Bestel hem dan bij www.uitgeverijnanda.nl. Dan steun je de makers en niet de bol.com'en van deze wereld. Dank voor het luisteren. Grote dank natuurlijk aan Niels. Productie lag in de handen van uitgeverij Nanda. Voor meer informatie ga naar www.sylvesterzwaneveld.com. Muziek was van Ben Sound en heet Funny Song. Tot de volgende keer. En nu je me toch vraagt, Sylvester, heb je nog een aanrader voor een andere podcast? Maar natuurlijk. Waar ik zelf heel graag naar luister is de Elektra-podcast van Wouter Monde. Waar Wouter praat met cabaretiers over hun allerslechtste optredens. Het is te gek om naar te luisteren. Er staan al heel veel afleveringen online. Dus check die shit. Wouter Monde, de Elektra-podcast.